Ja. Jij gewoon de beste van de buurt? Nee. Ja. Nee? Nee. Nee. Wat dan? Ik denk Katamaran. Wel Katamaran. Hoi, dit is week 10. Leuk dat je kijkt. Eva, ja. De regen is eindelijk weg. Yes! Ja, hè? Ja. Want de hele zomer hebben we best wel warm weer gehad. Klopt. Ook wel veel wind. Ja. In het begin. En af en toe wat regen, maar vooral heel veel zon eigenlijk. Ja. En dan is het nu week 10 en dan hadden we vandaag even een dikke bui, maar... Nu is de zon er. Nu is het zonnetje gehad. Joehoe! Hallo, we hebben een combi-cursus deze week. Combi-cursus. Hij doet van alles. Dit is Hype. Hey Hype, was het goed? Zeker, altijd. Jij bent de combi-cursus deze nou, week? Nou, kijk, ik wil gewoon leren windsurfen, toch? Want dan ga ik op zo'n foil, dat wil ik echt doen. Ja. Maar eigenlijk mag ik dus de hele tijd niet windsurfen. En dan moet ik de hele tijd op mijn lasers. Waarom mag je niet windsurfen? Ja, Emma. Nee, ik mag nu wel, hè. Dus nu, dit is wel echt het goede moment. Ga dan. Ja, dat ga ik. Is er nog ergens een windsurfplank? Tuurlijk hebben we nog een windsurfplank. Mijn combi-cursus, ja. Hij is de hele dag door allemaal verschillende dingen aan het doen eigenlijk. Dus hij combineert alle die spieren. Ja, hij doet eigenlijk van alles. Ja, alleen de kat en de valk hebben we nog niet gedaan. Maar de leurlings heeft hij al ingezeten. De topas stapt hij af en toe in. Want normaal doe je dat combi-keuze, ja. Dat doe je. Dat doe je in de avond. Ja. Dat doet hij natuurlijk ook. Maar in dus team kan het gewoon overdag. Dat kan gewoon overdag. U vraagt, wij draaien. En hij heeft dus al de surf gehad, de topas. Ja, de surf, topas, leurling heeft hij volgens mij al gehad. Hij heeft gisteren gekanoot al. Dus volgens mij moeten we alleen nog de kat... En de grootboot. Dus. Ik ging nog een enquêteformuliertje invullen. Of tenminste zijn reviewvraag. Ja. Want hij heeft alles getest, dus hij weet voor alles wat. Wat is nou de leukste discipline? Ja. Katamaran Goes Digital in 2023. Yeah. Dames en heren, week 10 met deze dames en de boys van de kat! Maar normaal heb je gewoon een krijtbord en jij doet het gewoon op je telefoon. Maar, Jeroen is weg met het krijtje. Oh, dus toen moest ik even in de oplossing Ik vind het wel slim. Wie zag ik net in trapeze voorbij vlammen? Wie was dat? Dat was ik. Dat was jij, hè? Lekker. Ja, vaker gedaan? Ja. Ja? Je hebt eigen boot? Of? Nou, nee. Is niet voor drie. En jullie dan? Hebben jullie al in trapeze gestaan? Nee, nog niet. Er zijn er nog vier, maar die varen daar. Met Jeroen mee. Met Jeroen mee. Wat zijn die aan het doen? Plassen, denk ik. Plassen en poepen en schijpen. Vorige week, in de film van vorige week was er een jongen die stapte af van zijn boot, van de kielboot. Ik zeg, wat heb jij een haast? Hij zegt, ja, ik moet poepen. 1, 2. En de rest moet poepen. De rest moet poepen. Hey, en vandaag, wat gaan we vandaag doen? Nu aan de wind varen, dan om... Om het ponton heen? Ja. Achtjes varen. Of... Ik heb geen... Wat is het lesprogramma van vanmiddag? Aan de witte lijn zoeken. Dat stond nog net op je telefoon. Ja, dat was net op de telefoon. Ja, precies. Daar heb ik een shotje van. En dan aanleggen. Dit mogen mijn ouders niet zien. Maar jullie mogen het nog niet drinken, toch? Nee. Nee, dus appelsap. Appelsap. Nu twitchen we van kaas.
Hey Thijs, ging goed hè? Dat was heel lekker. Behalve die crash. Staat er wel op. Staat, leuk, staat er wel op. Scout, niet weglopen hè? Nee, ze moeten niet weglopen. Wat is er aan de hand, Scout? Ze lopen weg. Wie? De drie. Jouw drie cursisten. Ze komen terug. Welk pakje moeten we doen? Mijn pakje, blauw pakje. Wij hebben de boot al gedaan. Ja, maar mijn pak moet ook nog opgeruimd worden. Hij ligt op deze tijger. Ben je aan het filmen? Hij ligt hier. Nog Vlaams. Gans. Wat? Gans. Gans. Ik gans. 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 Wat is dat, die gans? Ben jij een dikke gans? Nee. Dames en heren, dit zijn de toppers uit week 10, hè? Ja. Ja. Voor de mensen thuis. Eigenlijk wil ik iets horen over jeugdboot natuurlijk, hè? Ja. Is jeugdboot het beste van de beurt? Nee. Ja. Nee? Wat dan? Welke katamaran? Hebben jullie s'avonds ook al een avondprogramma gedaan waarbij je een andere boot hebt getest? Ja. Dat was een kano, hè. Oké, en vanavond? Wat wordt het vanavond? We moeten nog opgeven, katamaran. Oh, dat zal maar snel doen, hè? Dus, we gaan even naar Scout. Hallo. En even het avondprogramma doorgeven, Scout. Ja, laten we dat doen. Laten we beginnen bij... Wacht. Nee, ik wacht. Ik wacht. Katamaran op 1. Katamaran op 1. Ja, Topaz op 2. Topaz op 2. En Valk op 3. Olivia, vertel. Nee, Ietje. Oké, Ietje. Katamaran. Katamaran. Topaz. Nee, Topaz. Nee, ik bedoel Valk. Nummer 2 Valk, oké. Oh, wacht, mag ik ook Valk als nummer 2 dan? Tuurlijk. En dan Topaz nummer 3? Ja. Ja, ik ook. Dan Olivia. Wat wordt het? Wat wordt het? Ik ben hier mag eerst. Oké, okay, ik doe 1 doe ik Valk, 2 doe ik Katamaran. En dan? Vissen. Gewoon Topaz. Vissen? Ja. Je kan hier ook vissen bij de beert. Kan dat vandaag ook? Maarten, kunnen wij vanavond vissen bij de beert? Ja, wij gaan vissen. En dan als 3 vissen. Nee. Als 3. Oké. Okay. Heb je ze allemaal? Ik heb het allemaal. Hallo. Kijk, wat een mooie sunset. Sunfest. Wat? Oh ja. Oh ja. Hij ook, hoor. Oh ja. Katja. Ik ben Nora. En ik ben Meerte. En dit was week 10. We gaan nu naar het avondprogramma. Dus let's go. Doei. Blijven jullie nou de rest van de week zo zitten? Ja. Maar ik zit tot volgende week. Nee, we gaan eventjes opruimen. Ja. Jullie moeten nog even wat opruimen, of niet? Ja, toch nog eventjes opruimen. Ja. Even een pakje. Ja. Nee. Ja. Ik heb wel een nieuwe verhaling. Ja, en jullie drie, wij niet. Doei. Nina, Olivia, even terugkomen.